Ik heb een simpele tip voor je. Ijsbergsla vinden sommigen nog wel lastig om te snijden, omdat je een hard gedeelte beneden hebt. En eromheen snijden is dan gewoon vervelend. En ijsbergsla is wel de goedkope sla. Anders moet je het elke keer sla in zakken kopen. Maar hoe haal je deze nou simpel weg? Nou, dat doe je als volgt. Je pakt hem, je slaat hem en je haalt het harde gedeelte eruit.